Het inheemse dorp Apetina is het eerste in het Tapanahoni-gebied dat vanaf afgelopen vrijdag ook over een verbrandingsoven beschikt. De opening van de verbrandingsoven was het resultaat van het bezoek van president Boutersa aan het dorp in 2017. Het dorpsgemeenschap haalde toen aan dat er behoefte was aan een structurele vuilverwerking in het dorp. Onder coördinatie van het ministerie van Volksgezondheid is dan de 22e verbrandingsoven geopend in het Tapanahoni-gebied. Apetina is een dorp in het resort Tapanahoni in het district Sipaliwini. Drie mannen en drie vrouwen zijn opgeleid om ervoor te zorgen dat de verbrandingsoven duurzaam wordt bediend, zegt de voorzitter van de commissie Verbrandingsoven, Eddie Guardiola. Deze oven zal maken dat de mensen in coöperatief verband moeten zorg dragen voor een schoon milieu, waarbij ook aandacht moet worden besteed aan de aanvoer van het vuil naar de verbrandingsoven. En dit benadrukt Guardiola. Deze oven is de eerste in de reeks van vier ovens die worden geplaatst in het Tapanahoni-gebied.